Jongens, ik heb dus 32 gigabyte, je hoort het goed, 32 gigabyte aan videomateriaal op een kaart staan van de goede camera, waar ik niets mee kan. Dus ik kan het niet meer wegschrijven naar mijn laptop. Ik heb het geprobeerd, maar toen crashte die eigenlijk, omdat die overvol was. Dus toen heb ik alles weer moeten wissen van de laptop af. Dus die kaart, die ligt wel al klaar. Alleen dan moet ik eventjes kijken, dit weekend moet ik misschien videodump gaan doen. Heel veel video's op mijn kanaal gaan zetten. En dan is het misschien mogelijk dat ik het toch nog op de laptop kan krijgen. Met zeer veel moeite, denk ik. Want dan wordt hij sowieso rood weer, dat hij harde schijf vol aangeeft. Maar jongens, ik doe mijn best, dus jullie weten het. Ik heb dus 32 gigabyte aan videomateriaal nog klaar liggen. En dan natuurlijk nog alles wat ik op de laptop heb staan, wat ik nog op het kanaal moet zetten. Ja, als je soms een dag erbij hebt dat je meer dan 30 video's maakt, dat komt wel eens voor. Het gebeurt niet al te vaak. Dus dan, ja, dan bouw je in een gegeven moment een soort van groot archief op. Dus ja, dat is wel mega eigenlijk. Dus ja, sorry daarvoor. Ik kan eigenlijk niet meer plaatsen omdat ik te veel maak. Dus dat is aan de ene kant wel leuk. Dan weten jullie ook gewoon dat er altijd video's komen. Dus ja, dat is eventjes de laatste informatie wat ik dan heb. Ik zit alleen eventjes te kijken. In mijn laptop, er zit waarschijnlijk ook nog een D-harde schijf. Ik weet niet of die gebruikt is. Dat weet ik trouwens ook niet. Volgens mij is dat ding helemaal leeg. Het zou kunnen dat ik het misschien op de een of andere manier daarheen kan schrijven. Maar dan moet ik even kijken hoe ik dat doe. Normaal geeft hij het gelijk aan of overschrijven naar die of die harde schijf. Maar dat doet hij dus niet. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar dat zie ik wel. Dat zoek ik nog wel even uit. Wat zijn de planningen voor het bushcraften? We hebben op het moment twee hele goede plekken gevonden. En dan zul je denken, oh, weer een plek erbij. Nee. We hebben op één plek hebben we gigantisch veel drinken liggen. Eigenlijk gewoon te veel. En daar was ik van de week, was ik daar. En daar wil ik, maar ik wil niet zeggen de helft van wegtrekken. Maar toch een groot gedeelte. En dat wil ik dan op die andere bushcraft plek neerleggen. Dus zeg maar op die permanente plek die we dus gaan maken, die nou nog geheim is. Dus ja, dat is eigenlijk de laatste informatie die ik jullie eigenlijk kan geven. En we hebben nou een mooie plek gevonden, dat heet de Bushcraft Kuil. En die plek die ga ik ook inrichten om waarschijnlijk één keer stelt te gaan zitten. En dat ik dan daar ook niet meer kom. Dus het is ja, heel veel lopen, heel veel ontdekken. Heel veel plekken ja, waarvan je denkt van hé, dat is mooi. En later toch moeten afblazen omdat er toch een pad dicht in de buurt is of wat dan ook. Ik was laatst wel op een of andere plek. Daar was ik zo ver van de buitenwereld af. Daar hoorde je echt helemaal, echt totaal helemaal niets. Geen autoverkeer, helemaal niks. Dat was trouwens wel heel erg mooi. Dus ik ga alleen eventjes te kijken of we dit pad verder gaan lopen. Nee, want daar is gras achter. Even kijken, dan gaan we maar eens hierheen. Gaaf jongens, kijk eens hoe dat erbij staat. Nou film ik met een andere kaart. Die is niet 32 gigabyte, maar die is boven de 100. Dus dat is ook wel mooi. Ik kan, dacht ik, nou aan één stuk 22 uur lang video's opnemen. Ja, dat trekt de accu niet. Maar dat is, ja, dat is wel gaaf. Dus als ik een keer lang weg ga of een paar dagen, ja, dan neem ik die kaart mee. Dus dat is wel gaaf, jongens. Binnenkort nog even kijken of we een accu'tje ervan kunnen bestellen. Want aan de powerbank laat hij toch niet op. Ik heb het geprobeerd, maar laatst zei ik van hij laat wel op. Maar dat doet hij dus toch niet. Aan de laptop doet hij wel gewoon laden. Dus dat vind ik op zich wel een beetje vreemd dat hij dat bij de powerbank niet doet. Maar goed, dat zal wel een oorzaak hebben. Aan de laptop gaat hij langzaam knipperen, dat lampje. En dan laat hij op en aan de powerbank knippert hij snel. Dus met andere woorden, misschien krijgt hij te veel stroom of te weinig. Geen idee. Jongens, kijk eens even. Zie je dat? Daar verandert het bos helemaal. Wauw, dat is ook wel mooi. En je ziet het. Daar is het laagste punt. Wij moeten helemaal naar boven toe weer. Wow. We hebben blijkbaar iets met heuvels, want we zijn eigenlijk altijd van die heuvels aan het beklimmen. Gaaf, jong. Ik merkte wel toen ik, wat was het? 2 jaar geleden zo'n beetje. Toen ik er echt goed mee begon met dat vloggen. Dat ik hele slechte conditie had, hè.
En nou loop ik gewoon zo'n berg op of een uitkijktoren of wat dan ook. En bankeer ik helemaal niets. Gewoon heel normaal. Dus dat doe ik eigenlijk nou dagelijks. Het begin is zwaar, maar later heb je er wat aan. Dus ja, dat zie je maar weer. Gaaf jongens, toen was ik echt aan het blazen. Wow. En nou helemaal niet. Even kijken hier naar dit bosstructuur. Hey jongens, kijk eens. Kijk eens even naar die structuur hier. Dit kom je volgens mij alleen maar tegen in het buitenland. Keihard materiaal. Kijk, en het is een beetje lagen allemaal heeft het. Het is niet echt een schors, maar het zijn lagen. Gaaf. Ik weet nog god niet wat voor boom dit zou zijn. Het kan zijn dat een van mijn kijkers dat weten. Het is wel een mega ding. Het is echt een joekel. Er staan er veel meer. Kijk eens, dit hele bos staat vol. Wow. Gaaf. En echt overal hoor je muizen wegschieten. Hè? Continu. Dit is volgens mij een jaar van de populatie van de muizen of zo in het bos. Dat is echt niet normaal zoveel. Kijk, en ook hier. Zie je dat er van die dingen uitkomen? Even kijken wat dat voor plek is. Oké, niet al te dicht. Jongens, je ziet het. Kijk eens even hoe hoog we nu staan. Gaaf, jong. Het is wel typisch. Hier staan allerlei verschillende soorten bomen door elkaar heen. Normaal zie je eigenlijk alleen dit soort dingetjes. Kijk, en hier heb je ook weer... Het lijkt wel of dat gewoon moedwillig is ingezaaid. Kijk eens even. Zie je dat? Wauw. Precies in zo'n ronde kring. Kijk. Hier weer. Dit is wel gaaf. Hoe dit eruit ziet. We zijn van de week zijn we ook nog een zwijn tegengekomen. Die stond daar gewoon ergens. Wij liepen hier gewoon op een verhard pad. En toen zat hij ongeveer daar. En toen deed ik de camera aan. En toen keek hij echt zo en toen ging hij weg. Het was trouwens wel een hele mooie plek waar dat beest zat. Echt niet normaal meer. En we hebben paarden kunnen filmen in het bos. Dus die video's die komen er ook nog aan. En we zijn bij de hoogste waterbron zijn we ook geweest. Op bijna 111 meter hoogte. Op het hoogste punt dan. Hè. De waterbron lag iets lager. Dat was ook wel heel mooi. Alleen hij stroomt bijna niet meer. Dat was wel jammer. Dat is nog één klein straaltje. Had je de kraan heel iets openzet. Dat was het eigenlijk. Dus hij wordt blijkbaar steeds minder. Vroeger stroomde hij echt ook over de weg heen. Maar dat is gewoon helemaal gestopt. Dat is wel apart hoe dat kan. Als iemand dat weet... Wacht, wat is dat? Nee, oh. Ik dacht dat we een uil gedetecteerd hadden. Is het zo'n blad? Die glinstert. Kijk eens even, jongens. Ze zijn helemaal omhoog gelopen. Helemaal van daar beneden. Daar komen we af. Zijn we nu helemaal hier bovenaan. Je ziet het, we moeten er een heel klein stukje en dan zijn we op de top. Maar niet van de Mount Everest. Oh man. Ja, dat is Mount Everest, dat is die 8842 meter hoogte, dacht ik, hè? Of 40? 8840 meter hoog, dacht ik dat die was. Maar ze gaan er volgens mij een andere berekening doen, want vanwege de een of andere aardbeving of aardverschuiving is het veranderd, de hoogte. Dus dan moeten ze weer helemaal naar boven toe, blijkbaar. Ik weet ook niet hoe ze dat doen. Kijk, en ook hier zie je heel duidelijk dat er van die kleine stukken boomhars zijn wat eruit komt. Gaaf, jongens. Wat wel raar is, wat mij nou de laatste tijd opvalt, dat ik door het bos loop en ik praat tegen de camera, dat ik muizen altijd hoor wegschieten aan die kant. Meestal rondom je heen, maar zo gauw ik aan het praten ben, aan het vloggen, is het eigenlijk altijd aan die kant, zo schuin, achter mij. Dat is ook wel apart. Dat is me de laatste tijd is me dat opgevallen.
kan natuurlijk zijn dat hier zo'n klapschermpje aan zit, dat ze die reflectie zien, dat ze daarvan schrikken. Dat zal wel een oorzaak hebben. Jongens, we hebben een ei gevonden, of niet? Ja, het is een ei. Kijk eens. En je ziet het, hij is echt gepikt door een vogel. En nu nog een ei. Die moet er al een tijd liggen. Want het is nou de 8e maand al van 2019. Wauw. Hey jongens, we zijn op het hoogste punt aangekomen en je ziet het. Hier is een heel jong dennenbos waarschijnlijk ingezaaid. Dus dit over 3 jaar is dit weer helemaal gesloten en is het hoog. Dat gaat echt snel. Wel jammer van die dode bomen daarboven, zie je dat? Dat kom ik nou de laatste tijd vaker tegen, van die stukken die helemaal dood zijn. En terwijl je aan de andere kant kijkt, is het gewoon groen. Kan natuurlijk zijn dat er dingen van de oorlog nog liggen die dus nu aan het rotten zijn en opengaan, die dat aantasten op de een of andere manier. Dat weet je maar nooit, hè? Wat er allemaal niet in de grond nog ligt. En vooral die mensen die in de oorlog geld en zo verstoppeld hebben, wat nu nog steeds in de grond ligt. Even kijken. We zijn op het hoogste punt aangekomen. Kijk eens. En je ziet het heel duidelijk hier hoe hard het geregend heeft. Dit wat je hier ziet is allemaal ontstaan door watervallen die toen in het bos waren. Dat was maar echt een chaos was dat, jongens. Allemaal varens hier. Ik zou nog een stuk hoger kunnen gaan, hier zo, maar dat is eigenlijk niet mijn planning. Even kijken, jongens, wat gaan we doen? Hier loopt het weer naar beneden. Oké, jongens, voor 1 keer dan. Ik ga nog iets hoger. Het hoogste punt hebben we bereikt. En je ziet het, hier gaat het nog een klein stukje hoger. Weet ik niet of ik dit ooit al een keer gelopen heb. Nou, vroeger sowieso, toen ik nog niet aan het vloggen was. Maar nu, volgens mij nog niet. En je ziet het ook hier, als je heel goed kijkt, als ik mijn camera recht hou, geeft die 100% recht aan, ja. Dan zie je ook heel duidelijk dat het hier schuin naar beneden loopt. Dat is eigenlijk wel, als je richting Brabant volgens mij gaat, die kanten op. Daar zat ik toen een keertje in een hotel vanwege de keiharde regen. Daar is echt alles vlak, hè. Dan kun je echt heel ver van je afkijken, net als Friesland volgens mij. Maar als je juist dit gedeelte komt, dan heb je ook allemaal van die heuvels. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. We hebben een geluid gedetecteerd, maar we weten niet of dat we het kunnen zien. Het kwam hier vandaan. Nee. Hier zitten meestal vogels. Oh jongens, kijk eens even. Gaaf. Wow, jong, kijk. Muizen. Kijk eens even. Ik had laatst op internet gezien, op ook een YouTube kanaal. Dat was een vent. Die ging ook allemaal bossen doorlopen. En dan waren al die bomen daar beneden geknakt en die lagen kriskras door elkaar heen. En dat was een soort van Bigfoot-spotter. Jawel. Gaaf, jongens. Oh ja, mooi, man. Je ziet het ook aan die varens. Er beginnen van die gele stukken tussen te komen. Dus dat betekent dat het nog meer moet gaan regenen. Het is nog te droog geweest. Jongens, kijk eens naar die kurk. Wat hier aan zit. Zie je dat? Heel gaaf, jongens. We willen eventjes kijken. Want we willen binnenkort ook eens van die testen gaan doen met vuur en al die dingen meer. Bijvoorbeeld iets met boomhars, met benzine, diesel, al dat soort dingen meer. Maar dan is eigenlijk mij de vraag, welk spul wat vloeibaar is, brandt het langste? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus had je bijvoorbeeld zo'n klein potje hebt, bijvoorbeeld zo'n, had je bijvoorbeeld zo'n bierdopje hebt, gewoon de bovenkant van een bierdopje, dat is maar een kleine ruimte, als je dat volgiet en je steekt het aan, zou er een soort van vloeistof bestaan die een uur lang brandt in zo'n bierdopje? Een uur lang? 60 minuten?
Het zou kunnen, ik weet het niet. Ik zal het eventjes na gaan zoeken. Wow, man. Ja, jongens, je ziet het heel duidelijk. Daar heb je ook weer zo'n oorlogsrand, blijkbaar. Wat dan naar beneden loopt. Hier liggen twee hele grote omgevallen bomen. Wow. Ik heb nu echt het gevoel dat we op een van de hogere punten zijn uitgekomen. Jongens, kijk eens naar die wortels. Dan moet ik je even vertellen. Ik was toen op vakantie in Italië. En dat was bij de zee. En bij de zee staan de bomen altijd schuin vanwege de wind. Maar daar waren dit soort wortels. Vanaf de boom, zeg maar. Die gingen echt helemaal tot daar achteraan. Tot aan die bomen. En toen stopten ze pas. Als je hier in Nederland kijkt, het zijn eigenlijk maar kleine stukjes. En dat is het. Dus ik vind het eigenlijk niet zo raar dat dit soort bomen gewoon omvallen. En dan zie je het al, het is ook nog zandachtige grond en het heeft geregend, want je ziet heel duidelijk dat de regen nog aan het wegzakken is. En dan vind ik het ook niet zo raar dat zo'n boom het niet redt. Want kijk, zo'n massieve boom en alleen dit als versteviging, dat gaat het gewoon niet redden. En dan zit ik eigenlijk af te vragen van waarom die niet veel eerder is omgevallen. Oké, dan. We willen eigenlijk bij die rand gaan kijken daar. Maar je raadt het al. Het is nog een beetje te vroeg. Dat moeten we een beetje doen tegen de avonduren. Oh man. Je ziet het. Al die structuren van het bos. Zie je dat? Hoe dat kan veranderen. Wow. Heel gaaf. Ja, als de zon erop schijnt, dan krijg je mooie video's. Nu ik deze andere kaart in de camera heb, die andere die was, dacht ik, 30 ms per seconde of zoiets. En deze is, dacht ik, 60 of 80 ms of zoiets per seconde. En dat helpt dus toch, wat die man zei. Als je dat hoger doet, dan kun je veel langer een vlog maken. Normaal doet een camera dat beëindigen, dat hij het van de camera naar de kaart niet weg kan schrijven. En dan kapt hij ermee, dan zet hij hem op pauze. Maar ik kan nog aan één stuk door een heel erg stuk langer filmen. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Kijk, en ook hier zie je dat het verandert. Dit is trouwens ook mooi. Wow. Ziet het dat het daar echt letterlijk naar beneden loopt. Nou jongens, ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Ik ga hem hier weer mee beëindigen. Want wij moeten nog eventjes een hele lange bosloop gaan maken. Ik hoop dat jullie hem mooi vonden. En tot de volgende keer maar weer. Doei!